Nog een vraagje, Bart. Er is nog een vraag over de vierde en de vijfde sessie van de Kennisdag. De volgende sessie is op 19 november. En die gaat over asset management en risicogestuurd beheer en onderhoud. Dus een aantal gezichten die ik nu zie, die zijn al bezig. Voor mij is Oscar van Dam van Delftland wordt min of meer het soort centraal opperhoofd trekker. De Bart van vandaag, zeg maar. Kijk, die vraag die kwam van mij, maar dat had jij niet gezien, want we hebben natuurlijk een naam nu, dus vandaar. En het is precies 2:30, dus we gaan van start. Welkom allemaal bij deze derde kennisdag inspectie waterkeringen over het thema droogte. We hopen dat jullie aan het einde van deze sessie niet een stoffig beeld hebben over droogte, maar gewoon weten hoe dynamisch dat gaat, hoe dynamisch dat is en hoe zich dat, wat zich dat afspeelt. We hebben een divers publiek. Jullie zijn een divers publiek. Want adviseurs, dijkbeheerders, mensen uit kennisinstellingen uit alle geledingen. En hier in Amersfoort, wij zitten in Seeds to Meet, zitten we met ook met een gezelschap van dezelfde pluimage, zou ik even willen zeggen. Jullie hebben Bart Vonk net al gezien. Als Bart iets zegt, dan komt hij in. Welkom allemaal. Nou, nog niet helemaal. Bart is adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat, bij WVL. Maar hij is ook voorzitter van de LCW. De Landelijke Commissie Waterverdeling, die ook het verdelingsvraagstuk speelt. Zijn collega Henk van Hemert is als tweede hier aanwezig. Henk is adviseur geotechniek van de club. In dezezelfde ruimte zit ook Bart Strijker van de TU Delft, onderzoeker naar verdroging van regionale keringen en adviseur bij HKV Lijn in Water. En in de rest van het gebouw, want vanwege de coronamaatregelen hebben wij wat ruime afstand genomen van elkaar, zitten ook nog Arjen Kooi. Hij is de omgevingsmanager van de POV Dijkversterking met gebiedseigen grond. En hij zit in één ruimte samen met Martin van der Meer, die op datzelfde thema technisch manager is. En heel mooi, Martin, even de hand opsteken. Martin is adviseur bij Fugro, maar zit hier vandaag als die technisch manager van de POV. Hebben we ook nog Peter Bonen, de grasadviseur van STOA en beleidsadviseur bij Vallei en Veluwe. En die zit samen in één ruimte met Jan Vink, die adviseur water is bij BZ Ingenieurs en Managers. En Jasper is een van de vaste krachten in de hele reeks van deze kennisdagen. En nou kijk ik even op mijn lijstje. Volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Iemand die jullie niet in beeld zien, maar die er wel is. Dat is onze steun en toeverlaat vanmiddag. Dat is Babette Veerbeek, adviseur bij Waterprof. En ik zelf mag jullie door het programma heen leiden. Wat behoorlijk strak is. Bart Vonk zei het al. We zitten hier wel we zitten bij elkaar. Maar wel in een, toch wel in een soort tijdslot. Ik heb ook begrepen dat er eerdere kennisdagen waren waar vooral over de kennis heel veel gediscussieerd werd. We willen het vandaag houden bij de kennisdeling over hoe verandert droogtermijn werk. En ik ben Mark Balemans en ik mag jullie daarin begeleiden om door die dag heen te komen. Wat gaan wij vanmiddag doen? Kijk ik even naar het scherm, want dan nemen we jullie even mee wat wij oppakken vanmiddag
in het tot en met 3:30. Welkom, daar zijn we nu mee bezig. Zo dadelijk neemt Bart Vonk het woord. Hij gaat in over droogte en waterkeringen, nieuwe inzichten, oude regels. Ik hou zijn, misschien is daar een parallel mee te maken. Oude wijn in nieuwe zakken, maar dat is dan omgekeerd. Henk zal ingaan op wat de droogte doet met waterkeringen. En na deze twee introducties en een kort beantwoorden van een aantal vragen, gaan we met elkaar aan de slag. In groepjes op vier thema's. En die thema's die zijn de dijkbekleding, het phreatisch grondwater in regionale kering, de rol van de vegetatie bij droogte en faalprocessen bij verdroging. We gaan dan in groepjes uiteen. Hoe dat gaat zal ik jullie straks toelichten. Dan gaan jullie samen aan de slag. Tijdens dat samen aan de slag gaan, hebben jullie ook nog even een momentje pauze, even een momentje rust. Daarna koppelen we de resultaten terug en sluiten wij om 3:30 deze sessie af. Een paar praktische zaken waar ik volgens mij niet zo heel veel over hoef te zeggen, want de meeste mensen hebben hun microfoon uit staan. Mocht je er uitgeknald worden op een of andere manier, ga gewoon met de link weer terug in. Klik hier op de link en dan zal Babette zorgen dat je weer toegelaten wordt. En het geheel wordt opgenomen. Goed dat Bart dat zegt. Daar hoef ik niks voor te doen. Maar mocht je bezwaar hebben tegen een opname, zet dat dan even in de chat. Dat is een dingetje wat je onderaan ziet. Daar staat chat. En dan vul je daar even in van, joh, mocht dit ergens voor gebruikt worden, ik wil niet in beeld komen, dan houden we daar rekening mee. De focus van vandaag ligt op, wat betekent droogte voor mijn werk? En ik ga het woord geven aan Bart Vonk. En die heeft het stokje over aan Henk van Hemert. Vragen voor Bart en voor Henk graag in de chat typen. En dan halen we, nadat Henk zijn verhaal heeft gehouden, halen we er daar een aantal uit en zullen daar even met jullie over in gesprek gaan. Het woord is aan jou, Bart. Voor mij staat hij nou de verkeerde voor. Wat doet er ook met de navigering? Dan moet ik eventjes doen. Ja, dit is de goeie. Ja, toen wij ongeveer 3/4 jaar geleden begonnen met het ontwerpen van de PIW Kennisdag. Het was eigenlijk het voorjaar. En toen, laat je even laten zien, toen was het eigenlijk extreem heet. Het voorjaar had nog nooit zo vroeg, hadden wij zulke hoge temperaturen en alweer watertekorten en zelfs drinkwaterproblemen. En toen dacht ik van ja, als dat deze zomer doorgaat, hebben wij natuurlijk voor die PIW een geweldig leuke workshop over droogte van 2020. Nou, het plaatje linksboven laat al snel zien dat het gelukkig mee ging vallen en dat er toch wel genoeg neerslag kwam. En grosso modo zijn we ergens op een 5% droogste jarenlijn uitgekomen. En daar zijn we tegenwoordig al blij mee. Hè? Ik bedoel, dan denken we, oh, het was een normaal jaar, maar let op, die groene lijn is de 5% droogste jaren, waar dus ook al 2018 in verwerkt zat. Dus het was uiteindelijk toch wel best wel een bijzonder jaar. Alleen vanuit waterkeringszorg hebben we niet zoveel problemen gehad. Drinkwater was een probleem. Oproep van de drinkwaterbedrijven aan bewoners van, stop nou met het vullen van je zwembaadjes die je net zo goedkoop bij de Aldi hebt gekocht. Want we hebben gewoon niet voldoende voorraad in onze productie zitten. Blauwalg begon op te spelen. En wat gewoon het allergrootste probleem was, en dat kun je in het plaatje midden ongeveer zien, de enorme droogte toch in op de hoge gronden weer. Hè. En dat kan misschien toeval zijn of niet. Maar de grondwaterstanden die bleven natuurlijk gewoon heel erg wegzakken. En daar was eigenlijk wel het grootste probleem deze zomer. Die grondwaterstanden,
We kregen ook best wel vermeldingen over verzakking. Hè. Mensen gaan zich nu toch wel zorgen maken over funderingen van hun huizen. Natuurschade, wat toch ook dit jaar is opgetreden. En daarmee ook wel een stuk cultuurhistorie die misschien onder druk staat. Maar, corrigeren, volgens mij voor waterkeringen was dit niet zo'n heel erg spannend jaar. Anders dan in 2018. In 2018 hebben we eigenlijk in een hele zomer heel droog gehad. We hebben ook echt hele bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb een paar foto's neergezet. Linksboven het Amsterdam-Rijnkanaal, waar scheuren in het dijkbekleding kwam, die werden keurig netjes hersteld. De gedachte was dat klei zichzelf wel herstelt, die scheuren. Maar in 2019 kwamen ze op exact dezelfde plek weer terug. Dus dat gaat je dan toch vragen van, hey, is onze oude manier van doen nog wel van toepassing? Of moeten we er anders naar gaan kijken? We zagen ook aansluitconstructies. Dat is het tweede plaatje was bij de Hollandse IJzerkering. Waar echt de grond loskwam van de betonnen constructie. En als je dat niet snel herstelt, heb je daar toch bij een hoogwatersituatie toch wel een aangrijpingspunt en kan de eerste erosie gaan starten. Linksonder, heel opvallend, een fenomeen die we nog nooit eerder hadden gezien, maar we kennen piping, maar Vallei en Veluwe had te maken met omgekeerde piping. Ik zag de piping wel in de uiterwaarden ontstaan, omdat het beekwater wat ze proberen op te hogen, dus finaal onder de dijk uitstroomde en in de uiterwaarden weer omhoog kwam, met wat zandtransport erbij. Het kleidek op veendijken in Friesland, nou, dat zag er echt heel dramatisch uit. Iedereen kan misschien nog wel de video's opnames van 2018 en 2019 herinneren. Maar uiteindelijk was het kleidek wat gescheurd was en niet de veenlager eronder. Dus hier zie je dat die kleidek heel effectief is geweest. En eigenlijk de dijk zelf niet in gevaar is gekomen. Markenmeerdijk, dus gewoon een heel ander type dijk, ook flinke scheuren. En we zagen ook wat problemen met de vegetatie ontstaan. Nou, wat zijn nou de lessen van 2018 geweest? We hebben een beleidstafel droogte gehad en die heeft 46 aanbevelingen gedaan. Nou, ik heb ze allemaal doorgelopen. Ik kon er met moeite twee uithalen die over waterkeringen gingen. Dat was betrek nieuwe kennis in de regionale uitwerking van de verdringingsreeks. En dan kun je nog zeggen van wat heeft voorrang. En de tweede was ontwikkel een praktisch toepasbare droogteindicator. De evaluatie van STOA, die door Britt van Haastrecht is uitgevoerd, die gaf wat meer handvatten. Die zegt eigenlijk de richtlijnen voor voeren van droogteinspecties zijn verouderd. Verken alternatieve maatstaven voor neerslagtekort. Maar vooral leer ook van elkaars werkwijze bij geobserveerde schadebeelden. Nou, voor mij komt dit in het programma van vandaag volop terug. Dus jullie krijgen alle kans om over deze vragen en deze aanbevelingen door te praten met elkaar. En dan kom ik ook meteen wat uitdagingen. Ja, als je kijkt naar de zomers van 2019 en 2020, na die van 2018, ja, dan zullen we gewoon rekening moeten houden met meer en intense periodes van droogte. We zien ook in de praktijk dat bepaalde onderdelen van die waterkering anders dragen dan voorheen, dan we dachten dat ze zouden gaan dragen. En ook wel dat de bekende herstelmaatregelen, als het opvullen van klei, het jaar erop gewoon weer dezelfde schade laat zien. Dus misschien toch niet voldoende is. Al met al, en ik had dus gezegd als titel nieuwe kennis, oude regels, willen wij vanmiddag eigenlijk met jullie gaan kijken van, is het waard om toch te investeren misschien in het kennis van een faalmechanisme droogte voor waterkering? En moet het dan ook misschien wel een plek gaan krijgen in beoordelings- en ontwerpinstrumentarium van BOI? Of BOI is natuurlijk beoordelings- en ontwerpinstrumentarium. En bovenal, we zijn zo blij met, ik zie nu 96 deelnemers, want wij denken dat wij enorm veel asset owners aan tafel hebben zitten. Dus de mensen die dagelijks de zorg voor die waterkering hebben. En wij zouden heel graag vandaag van jullie ophalen van wat zijn jullie ervaringen en wat zouden we dan in de theorie daaraan moeten gaan doen. Dus mijn verwachting van vandaag is enerzijds jullie mee te nemen in die ontwikkelingen. Nou, daar hebben we 4 enorme leuke workshops voor. Anderzijds, wat zijn jullie ervaringen en welke vragen leven bij jullie? Maar we weten ook in die 2 uur, we kunnen er hooguit aan snuffelen. We kunnen hooguit verkennen. En helemaal aan het einde van de sessie gaat er een poll. En dan gaan we ook bij jullie verkennen, is er animo om de komende winter verdiepende webinars te gaan organiseren op bepaalde thema's. Dus luister goed vandaag.
kijk op welke thema's jullie denken van nou, daar zou ik echt meer kennis willen ontwikkelen. En als die animo er is, dan gaan we een aantal van die webinars onder auspiciën van de STOA ook organiseren. Dit is mijn intro. Dankjewel, Bart. Geef ik het woord aan Henk. Ik ga gelijk... Ja, mag gelijk door. Okay. Ja, wat doet droogte eigenlijk met een waterkering? Dan wil ik gelijk de eerste sheet wel hebben. Om te beginnen neem ik jullie mee naar Wilnis. Tijdens een warme en droge zomer van 2003. De nacht van 25 op 26 augustus, om precies te zijn. Mensen laten die avond ervoor de hond nog uit op de dijk, bij wijze van spreken. Er valt ze niets bijzonders op en 's nachts breekt de kering door. En dat leidde tot de ontdekking dat droogte een maatgevende belastingssituatie kan zijn voor keringen. Of in ieder geval voor sommige keringen. Een paar dagen later breekt er ook een kering in Terbregge door en dan ontstaat er toch een soort paniek. En dan komt er een roep om onderzoek. 1 september komt er een groep waterkeringbeheerders, mensen van adviesbureaus, instituten, etc. bij elkaar. En dat heeft geleid tot een onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma dat bestaat uit 3 componenten op dat moment. Een zogenaamd korte termijn onderzoek, een middellange termijn en een lange termijn onderzoek. Het korte termijn onderzoek werd getrokken door STOA. En dat betrof het beantwoorden van een paar urgente vragen van waterkeringbeheerders. Daar stond een termijn van 2-3 weken voor. De vraag was, waar kan dit nog meer gebeuren? Waar moet je op letten als je inspecteert? Wat moet je doen als je bepaalde waarnemingen aandoet? Dat middellange termijn onderzoek zou worden getrokken door de TOEMA nog dienst weg- en waterbouw, met wat toen nog Grondmechanica Delft heette volgens mij. Maar hoe moet je dan toetsen en hoe zit het met de sterkte van het veen? En het duurde eigenlijk heel lang voordat dat de euro's voor onderzoek naar sterkte van veen ook echt komen. En er was nog een lange termijn component, fundamenteel onderzoek, gesubsidieerd door de NWO tegenwoordig. Een onderzoeksvoorstel van de TU Delft met de Wageningen Universiteit samen en dat is eigenlijk nooit in uitvoering gekomen. En je kunt je dus afvragen, gegeven dat lang niet al het onderzoek is uitgevoerd, begrijpen we eigenlijk wel goed genoeg wat droogte met een kering doet? Of zijn er nog kennisvragen over? Nou, heel kort daar dan nog verder over. Hè. Dan ga ik weer terug naar Wilnis. De hypothese van Wilnis, van wat daar precies is gebeurd, is natuurlijk vooral eerst dat het veen in de dijk is uitgedroogd. Dat veen is daardoor gekrompen en de dijk is daardoor vervormd. Aan de buitenkant van die dijk was een damwand aanwezig, een verankerde damwand. En door die vervorming trok die damwand een spleet, waardoor het boezemwater in contact kwam met de zandondergrond. Die hydraulische kortsluiting zijn we dat gaan noemen. Dat heeft geleid tot een toename van de stijghoogte in het zandpakket. En uiteindelijk is er een afschuiving opgetreden. En dat was dan vooral een verlies aan horizontaal evenwicht. En op dat plaatje kun je dat heel mooi zien. Dat er gewoon een moot van de dijk van ongeveer 60 meter breed, min of meer horizontaal, is opgeschoven. Nou, deze hypothese die klonk best plausibel. En die past ook goed in onze huidige aanpak van hoe we berekeningen maken en hoe we dijken schematiseren. En zo is die situatie droogte ook in onze toetsing terechtgekomen. En dus eerst checken we, is het een veenkade en is die droogte gevoelig? Dat doen we op basis van een aantal kenmerken. En vervolgens kijken we dan, als die droogte gevoelig is, dan moet je de situatie droogte beschouwen. En dat doen we alleen maar bij macrostabiliteit. En weet je, volgens die hypothese die ik net schetste, lage phreatische lijn, laag volumiek gewicht van de ontslagen zone. Nog even checken op de hydraulische kortsluiting en vervolgens maak je een macrostabiliteitssommetje. En eigenlijk is dat, hè, als ik het zo mag zeggen, officieel in onze beoordelingen wat droogte met een kering kan doen. Dus we checken of er een sprake kan zijn van een verlaagde stabiliteitsfactor. Maar... iedereen weet, er zijn ook scheuren bij droogte. We zien dat al met die plaatjes van Bart van die verdroogde grasmat. Je kunt je afvragen, doen we het zo wel goed of vergeten we niet iets? En zijn er niet nog onbekende invloeden van droogte op de stabiliteit? Of kan droogte zelfs ook tot hele andere faalprocessen leiden? Nou, dat is bijvoorbeeld een van de vragen die we daarbij hebben, is ook van hoe droog is het nou eigenlijk? De waterstand laat zich heel goed meten in een waterstand, logisch.
Voor droogte hebben we een veel minder goede maatlat. We kijken naar de meteorologische droogte. Maar dat is nog geen absolute maat voor in welke mate de dijk ook echt verdroogt. Bovendien kan het ook nog per dijk gaan verschillen. En als ik het volgende sheet mag, Mark. En hier zien we bijvoorbeeld een plaatje. Ik weet niet of iedereen het linkse plaatje nu wel kan zien, of dat daar de chat overheen... Iedereen ziet dat. Oké, goed. Oh ja. Maar in ieder geval, we weten niet precies hoe snel dat proces van verdroging eigenlijk verloopt. En ik kan me een zomer herinneren dat het best heel nat was, dat het vervolgens een paar dagen achter elkaar heel heet was met een hittegolf. En dat journalisten begonnen te bellen, moeten we op onze dijken gaan letten? Nou, de plassen waren net verdampt. En dat was natuurlijk een wat vreemde vraag. Maar het toont wel aan dat we niet goed weten hoe snel verloopt dat verdrogingsproces. En is één maand droogte al genoeg om dijken te laten doorbreken? Of moet er sprake zijn van een veel langere droge periode? Dus dat is wel een van de kennisvragen die er nog steeds zijn. En wat ik al noemde, je zag het ook, beelden van scheuren, van het aangetast zijn van vegetatie. En ook dat zal invloed hebben op de sterkte van een dijk. En als ik dat dan een beetje samenvat, dan zeggen we weten eigenlijk best veel. En dat gaat ook eigenlijk best goed, in de zin dat we niet elke zomer dijken doorbreken. Maar goed, daar staat ook wel tegenover dat we die dijken ook allemaal inspecteren als het droog is. Scheuren worden hersteld, lekkages worden hersteld, sommige dijken worden zelfs besproeid als het nat is. Met andere woorden, we leveren wel een forse inspanning om het goed te laten gaan. En je kunt je inderdaad wel afvragen, hebben we wel alle kennis om de noodzaak van al die maatregelen eigenlijk altijd wel duidelijk te hebben? En doen we ook het goede op dat soort momenten? En ja, in mijn beeld missen we daar wel wat kennis voor. Ik constateer ook in alle voorgaande jaren dat droogte en veenkade niet een heel aantrekkelijk onderwerp is. Het gaat ook best goed. Het is ook lang niet altijd relevant. Als er geen droge zomer is, dan hoor je niemand over de kennisvragen over droogte. En op het moment dat het dan een keer extreem droog is, dan is altijd weer de conclusie, hadden we nou maar wel onderzoek gedaan. Maar op dit moment wordt er eigenlijk heel weinig onderzoek uitgevoerd, voor zover ik dat dan tenminste weet. Wat STOA dan recent wel heeft laten doen, is het resultaten van dat droogteonderzoek veenkade is actualiseren. En eens kijken, wat is er nog allemaal relevant? En welke kennis is ondertussen echt achterhaald. Nou, en daarbij is er ook geconstateerd dat veel van die vragen van vooral het lange termijn onderzoek eigenlijk nog steeds niet zijn opgepakt. En we voeren op dit moment een check uit of we daardoor belangrijke kennis missen. Of dat soort vragen inderdaad niet meer relevant zijn nu. Hè? Want veel kaders zijn inmiddels ook zo versterkt dat de kwetsbaarheid van droogte fors is afgenomen. En ik ga daar later iets meer over vertellen, maar al in 1741, hè, over de kennis van toen gesproken, dat toen werd het aanbrengen van een kleidek al als een goede verbetermaatregel beschouwd. Dus wat dat er gaat, ging het ook met de stand van die kennis, werden er al goede dingen aangedaan. Nou, in die komende sessies, als ik daar een bruggetje voor mag geven, gaan we ook in meer en op mindere mate aandacht besteden aan die verschillende invloeden van droogte op de veiligheid van een kering. Ik ga er in mijn presentatie vrij breed op in. Er zijn ook presentaties over de invloed op bekleding via de vegetatie. Op de bewerking en de vegetatie van Martin en Peter. En Bart Strijker gaat nog nadrukkelijk in op het proces van de verdroging zelf tijdens van een kade tijdens een droge zomer. Met steeds ook weer de vraag of aandacht van wat snappen we wel en wat snappen we niet van de wijze waarop droogte de sterkte van een kering aanpast. Dat is de inleiding. Dank jullie wel. Ik stop even met het delen. En ga even kijken wat er in de chat allemaal door jullie gezegd is. Maar Bart, misschien heb jij al een vraag opgepikt vanuit jouw verhaal. Nou, uit mijn verhaal zijn niet veel vragen gekomen. Behalve dat ik mijn presentatie in de chat een paar keer gezegd, ik dacht dat het 3 uur was. In plaats van 3:30. Ja, onze excuses, maar wij zagen dat 1,5 uur echt kort was. Dus we hebben STOA op de knieën gebeden of wij 1,5 uur extra mochten. Die hebben we gekregen. Dus ja, dat heeft Jet Gersen nog wel proberen door te geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien niet bij iedereen is aan de goed gekomen. Dus onze excuses. Maar goed, het wordt opgenomen. Ik zie bij het verhaal van Henk, zie ik wel een hele interessante vraag ontstaan. Die komt van Ruud Wijs.
En die zegt, ja, wij zien dus de verhardingen wel scheuren. Hè? Daar zie je eigenlijk dat die ondergrond klinkt. Maar wat hij eraan toevoegt, volgens mij versterkt die bomen in de teen dat proces. Kun jij daar iets over zeggen? Ja, dat kan ik zeker. Dat denk ik dat klopt. En ik laat in mijn presentatie in de eerste ronde ook een foto zien van het wetterskip. Waarin je de kruin van een kade ziet. En dan kun je heel mooi zien dat overal waar een boom staat, lijkt een dipje in de hoogte van de kruin waarneembaar te zijn. Dus ik kan dat, ik denk dat ik dat kan beamen dat inderdaad zo is. Zou je dat met LiDAR ook een beeld kunnen krijgen, die hoogteverschil, zo dat je bij bomen echt? Ik denk het wel. Ja, interessant. Ja. Een andere, maar dat is geen vraag, maar is een opmerking van Marcel Bottema. Een enorme risico, een discussie krijgen met de SPI-plaatjes koppen. Nee, dat is bekend. Dat is bekend. Dank Marcel voor de bijdrage. Maar het is bekend. Ja, ik neem het aan. Zijn er andere vragen? Als jullie alleen van onze twee presentaties opmerkingen of vragen hebben, of staan jullie allemaal te trappelen om naar de werksessies te gaan? Dat denk ik, Bart. Dat ieder staat te trappelen om een onderwerp, om daar wat meer de diepte in te duiken. En daarmee aan de slag te gaan. Dan lopen we wat tijd in. Ja. Dat is ook prettig. Ik heb nog wel een vraag van Theo Reuzenaar nog toegevoegd. Net om bij oproep te zien. Als we nog iets tijd hebben. We zien door de droogte ook de slechte wegfunderingen terug. En ook de dijkversterking geeft veel settingen. En die komen door de droogte er ook extra uit. Dus neem aan dat je dan bedoelt een net opgehoogde of net aangelegde dijk hebt, dat de droogte dat wat sterker demonstreert dat die daar zakt of zo. Kun je op Henk daar... slechte weg van binnen, dan wil ik even... Niet precies weet wat Theo daarmee bedoelt. Theo, kun je jouw vraag nader toelichten? Ja, wij hebben momenteel in de Purmer bijvoorbeeld hebben we heel veel scheurvorming in de dijk. En daar ligt een weg bovenop de dijk. En 5 jaar terug is de dijk versterkt. En we zien heel veel scheurvorming in de weg, maar ook in de taluds en de bermen. En dat komt er enerzijds doordat de wegfunderingen vrij slecht zijn. En die is wel overlaagd naar een dijkversterking. Maar door de droogte gaat de ondergrond klinken. En zetten en krimpen. En je ziet dan de scheuren echt tijdens de droogte, in het begin van de droogte, en soms al in het voorjaar, zie je echt open springen, wij spreken. En gedurende de droogte worden die soms 1,5 tot 2 keer langer dan in het voorjaar. En ook breder. En we proberen al vaak ook die scheuren zo snel mogelijk te dichten. Maar ja, dan moet je wel weer een goede relatie hebben met je wegbeheerder. Hoewel we die af en toe zelf zijn. En het gaat niet altijd even snel dat die dichtgaan. En vervolgens zie je dan de dijk extra uitdrogen. En daarnaast zet je dan ook nog een keertje de zware onderbermen die voor de dijkversterking is aangebracht. En die zit ook lekker aan de dijk te trekken. En dan vervolgens heb je ook last van dat geactiveerd wordt door die droogte. Zou je dan zeggen, bij een goede wegfundering zou je die scheur minder snel in de weg zien? Ja, klopt. Vangt de wegfundering het in feite op de kracht? Ja, wat onze wegen op de dijken, de dijken liggen er al veel eeuwen. En de wegen ook. En er zit van alles nog wat in die ondergrond. Van een kleine onderpaadje tot een parenpaadje. En nu langzamerhand al grotere paden en de wegen worden zwaarder. Dus die wegfunderingen zijn vaak niet deugdelijk. Ja. En dat komt er allemaal uit met de droogte. Dan demonstreert het zich. En is het nou een droogtescheur, of is het nou een belastingsscheur, of is het nou een wegscheur? Eigenlijk is het een combinatie van allemaal. Ik zie het ook niet als een probleem van één, maar een probleem van allemaal bij elkaar. Ja, nou, voor mij is dat wat Ruud ook zei, je ziet hem in die wegfunderingen terug. Ja, dus dat is eigenlijk de boodschap. Het is niet alleen heel sec de droogtescheur, maar het wordt veroorzaakt door de droogte en die verergert het. En het is altijd een samenspel aan allerlei oorzaken. Ja. Oké, dank je Theo. Ja. Ik denk dat wij... Wij gaan in groepen uiteen. En ik hou even mijn handjes, fingers crossed, of het goed gaat. In een echte bijeenkomst en online gaat wel eens iets niet helemaal zoals je dat zou willen.
Want er viel net wat uit bij ons. En maar we gaan kijken of iedereen netjes op zijn plek, zijn of haar plek terecht gaat komen. Wat we gaan doen, is we gaan aan de slag in, met elkaar op 4 thema's. En die thema's, dat gaat over dijkbekleding bij primaire keringen, phreatisch grondwater in regionale keringen, de rol van vegetatie bij droogte en de faalprocessen bij verdroging. Jullie worden toegekend aan 1 van die 4 sessies en treffen daar 2 mensen. Een inhoudelijke deskundige die wat meer gaat vertellen in de eerste ronde over de inhoud, het aspect waar de werksessie over gaat. En een gespreksleider die alles in goede banen leidt. En die vooral ook de taak heeft om in het tweede deel van jullie werk, van jullie workshop, met jullie te gaan kijken, wat betekent die droogte nou voor mijn dagelijkse werk? Wat voor invloed heeft dat? Nou, we geven jullie tussendoor ook even de ruimte om een kopje koffie te pakken. Ook omdat we gewoon net een half uurtje langer doorgaan dan een aantal van jullie gedacht hadden. Dus ook dat is even kijken, want een aantal die hebben alweer de volgende verplichtingen staan na 3 uur. Kijken of we daar of in ieder geval goed afgewogen groepen krijgen. Wat de begeleiders ook zullen zeggen is, je wordt 1 keer toegekend aan een breakout room, zoals ze dat zeggen. Jullie zien zo dadelijk allemaal op je scherm een pop-up komen. Druk op de button join en dan ga je naar de goede ruimte. En wij zien elkaar dan weer terug tegen de klok van 3:15 om vanuit die 4 groepen een terugkoppeling te geven. Dus ik vraag Bart en Henk om alvast naar hun eigen ruimte te gaan waar ze met hun groep aan de slag gaan op faalprocessen bij verdrogingen. Dus jullie mogen al gaan lopen. Gezien de grote hoeveelheid deelnemers, is het, we zitten bijna op de 90. Je wordt random ingedeeld bij een groep, bij een thema. En dat is misschien niet het thema waar jouw voorkeur ligt. Maar ik denk dat rondom het hele gesprek over droogte en waterkeringen, ieder vanuit alle hoeken zijn of haar bijdrage absoluut kan leveren. Ik vraag aan Babette om iedereen een weg te wijzen. En dan kijken we of er nog mensen zijn die achterblijven, maar die geven we dan een plekje. Ik zou zeggen, het is een wat kleinere setting, iets meer interactiemogelijkheden. Heel veel plezier, heel veel succes en ik zie jullie rond 3:15 allemaal weer terug in de plenaire sessie. Dat doet bij mij niks. Bij mij ook niet. Nee. Oké, okay. We hebben een klein probleempje. Ik denk dat we even van... als jullie willen, dan mogen jullie even een plasje doen en een kop koffie pakken. Dan gaan we dit probleem oplossen en jullie zo snel mogelijk in een breakout room zetten.